Apparato di Neural Navigation, è un apparato che aiuta le operazioni di neurochirurgia di cabeza, ma c'è un po' più meno, se va tumore, e tumore che ti inviano è accessibile, un po' più facile, d'ordine alla località. Lo che adesso succede è che un MRI con placca che scrive la cabeza, quindi si avvia un protocollo standard, e ti viene opgeslagen in beelden, dingen machine aangeven. Ora che il paziente viene worden operato, non sta registra in beelden dan virtual, quindi non può navigare con i beelden dan kan worden así di MRI, real time, in sala di operazione. E se te hasi che ora non sta to the millimeter accurate. E se te buoni per i pacienti mas veiligheid, e cortana de bira mas chiquito, e pacienten non mesti worden mandato voor mas voasi biopsie di cerebro camminating tumor, anche se antes mesti worden sì. Lo che tambe può worden usata per pacienten cu mesti un shunt, un VPD drain, camminando cu ting pressione in cabeza, però ti viaja e camera nel cerebro, è molto chiquito. Ora con la grande non è un problema, però è un po' chiquito e ora con la navigazione, la neuronavigation, non si può precisamente bepalare la traiettoria e la diepte onde ti incubai. Quindi ora è una busca más, però la navigazione ti dona e l'indicazione come llega, sin problema. We hebben dus een tumor van de hersenen, een vermoedelijk tumor van de hersenen, geopereerd. Zo goed mogelijk weggehaald van de hersenen van een patiënt. Nou, het is heel goed gegaan eigenlijk met het gebruik van nieuwe materiaal hier in het ziekenhuis. We hebben daar twee bijzondere instrumenten kunnen gebruiken die echt dit soort tumorenchirurgie echt veel gemakkelijker en veel veiliger maken. Dus ik denk dat dat echt een mooie aanvulling is geweest voor deze patiënt zeker, maar ook voor het eiland, want dat gaat blijven hier. En dat is echt de bedoeling van onze samenwerking tussen het UMC Utrecht en het eiland hier. Toen ik als 18-jarig jongetje voor het eerst op de operatiekamer kwam, toen was dat op OK1, op het grote complex van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Dijkzicht heette dat toen nog, het middelste Erasmus MC. En OK1 was voor de neurochirurgie. En daar boeide het eigenlijk gewoon compleet wat daar gebeurde. En de rest van mijn leven heb ik al bij me gehouden hoe interessant neurochirurgie is. En ik ben er ook heel blij mee dat we nu een deel van die neurochirurgie die ik toen voor het eerst daar gezien heb, ook hier uitvoeren. En daar werd toen net de neuronavigatie geïntroduceerd. Nou, heel veel jaren later, want ik ben inmiddels wat ouder dan 18, hebben we nu ook de neuronavigatie hier op Aruba gekregen. Samen, doordat we erin geloven met heel veel mensen, is de apparatuur hierheen gekomen. Het is een enorme investering geweest, gesponsord. Daar zijn we heel blij mee. En daardoor kunnen we nu heel veel mensen hier op het eiland helpen zonder dat ze van het eiland af moeten. De mensen hier worden getraind, zijn al heel kundig. Zeker omdat we hier artsen en neurochirurgen uit Utrecht ook krijgen die meehelpen. Dit is een mooie, mooie stap. Wat we al vaker hebben gezegd, maar dit is een hele goede stap voor Aruba, voor onze samenleving en voor de toekomst in ieder geval van het beste ziekenhuis van de regio. Het Horacio Uribe Hospitaal in Aruba.